Dus wat doen we? We gaan onze poot nemen. Houd die hier op het puntje vast. Zie mooi hier het tweede gedeelte. Je neemt je mes. En dan, hier gaat het mooi door. En dan gaat hier gewoon je mes laten vallen en kraken. Zo, moeilijker is dat niet. Snijden. Eerst kijken als er geen kraakbeen meer in zit. Kijk. We gaan dat toch versnijden. Altijd kijken als het kraakbeen er mooi uit is. Dat is niet leuk voor in je mond te hebben. Fijn snijden. We gaan dat mengen in die kom. Wat gaan we daarbij doen? We gaan er een klein beetje olie bij doen. Een beetje gember. Gember die we zelf op azijn gezet hebben. Kijk, mooi gesneden. Als je iets op azijn zet of iets zoetzuur, kun je dat heel lang bewaren. Een beetje groene piment, ook op olie gezet. We zijn ook zo straf niet. Dan gaan we nog een klein beetje peterselie bij doen. Dat mag plat peterselie zijn, dan mag er eigenlijk bieslook ook in doen. Kijk, nu dat juist heb ik beslist peterselie. Waarom niet? Zo. Meer gaan we dat niet mee doen. Hier hebben we velkens gyoza. Je kunt dat kopen in de Chinese supermarkt. Zo, wat doe je? Je neemt een beetje kreeft. We gaan dat erin doen. En dan gaan we dat gewoon trapsgewijs vouwen. En mooi aanduwen. Zo. Als je nu zegt, het plakt niet goed, dan gaan we dat een klein beetje bevochtigen, of je vingers bevochtigen. En dan gaan we dat, dan gaat dat weer mooi kleven. Gyoza is in feite zoals wij een kroket hebben bijvoorbeeld, hebben ze daar in die landen een gyoza. Dus dat is een gyoza, die een deeg. Dus dat is eigenlijk gemaakt, die gyoza, die velletjes, dat is met rijstmeel. Je kunt dat ook vullen, je kunt dat doen morgen met iets anders ook. Je kunt dat doen met gehakt, je kunt dat doen met... met vis, met langoustines, dat moet niet met kreeft zijn. Dus wat gaan we nu doen? We gaan een pan nemen, mooi laten warmen, een klein beetje olie opdoen. Zo, als de pan mooi warm is, dan gaan we onze gyoza's mooi bakken. Dan die mooie kleuren. Dan gaan we die één keer omdraaien en dan gaan we bevochtigen. Je kunt dat doen met water, maar je kunt dat ook doen. Ik heb daar juist nog wat bouillon van mijn kreeftenkoppen gespaard. Ik ga dat dan mee bevochtigen. Het leven is simpel, hè. Een kreeft kunnen ze eigenlijk niet kweken. Waarom? Een kreeft groeit maar 80 gram per jaar. Zo, dus het zou veel te lang duren. Een kreeft van 800 gram moet je 10 jaar wachten. Dus dat gaat veel te lang duren en gaat veel te kostelijk zijn. Dus dat is eigenlijk een voordeel. Op een gegeven moment gaan we alles kweken anders. En ook, ik denk dat de kreeft minimum 4 jaar moet zijn alvorens ze mogen vangen in feite. Dan gaan we die bevochtigen met de bouillon. De pan. Zo. En daar een deksel op plaatsen. Zodat het vocht er mooi in blijft. En zo gaat het uitkoken en gaat heel uw gyoza garen. Zo, de gyoza is klaar. Dus je hebt dat eerst gebakken en dan gestoomd. Gelukkig hadden we nog kreeftenbouillon ook erbij. En dan kun je dat gewoon knapperig opeten. Zo, apéro maison.